Welkom bij deze video. Ik ben Yvonne Pecht van GroteBeheer.net en deze video is bedoeld om je vrouwelijkheid te waarderen. Dan gaan we beginnen. Doe en zeg mij mijn naam. Ik omarm mijn vrouwelijkheid en ik hou van mezelf en accepteer mezelf volledig. Ik geniet van mijn vrouwelijkheid en ik hou van mezelf en accepteer mezelf volledig. Soms vind ik het lastig om een vrouw te zijn en te voldoen aan de vrouwelijke idealen. Ik heb het gevoel dat ik een heleboel moet en dat ik een heleboel niet mag, omdat ik een vrouw ben. Aan de ene kant wil ik graag voldoen, maar aan de andere kant wil ik gewoon mezelf zijn. Ik omarm mijn vrouwelijkheid en ik hou van mezelf en accepteer mezelf volledig. Ik worstel soms met mijn vrouwelijkheid. Dan vind ik het lastig om een vrouw te zijn. Ik kijk naar mijn lichaam en keur af wat ik zie. Want het voldoet niet aan de schoonheidsidealen. Maar die idealen zijn eigenlijk maar willekeurig. Want ik weet dat elk mens schoonheid bezit. En ik kies ervoor om dat nu te zien. Bij anderen en bij mezelf. Ik heb geleerd dat je als vrouw niet mag laten horen. En dat je je weg moet cijferen voor anderen. Maar dat zijn overtuigingen die slecht voor mij zijn. En dus ook voor de mensen om me heen. Want hoe beter ik voor mezelf zorg, hoe meer ik te geven heb. Dus ik maak van mezelf een prioriteit. Ik kom op voor mezelf en mijn behoeftes. En ik respecteer mijn lichaam en mijn grenzen. Ik laat mijn eigenwaarde niet afhangen van de mening van een man. Of het feit of ik een relatie heb. En ik gun het andere vrouwen dat ze zich goed over zichzelf voelen. En dat ze succesvol zijn. Want andere vrouwen zijn niet mijn rivalen, maar mijn zusters. Ik laat mijn kritiek op andere vrouwen los. Want ik weet dat dat gewoon mijn onzekerheid is. Ik hoef andere vrouwen niet omlaag te halen. Om me beter te voelen over mezelf. Want dat mag ik nu al doen. En dat doe ik dan dus ook. Want ik ben een prachtige, slimme, krachtige vrouw. En ik ben de moeite waard. Ik hoef niet te voldoen aan het beeld dat de maatschappij heeft van een vrouw. Ik mag gewoon zijn wie ik ben. En doen wat goed voelt voor mij.
in lichaam, geest en ziel. Oké, haal diep adem. Heel goed. Ik hoop dat het helpt om je vrouwelijkheid te waarderen. Als je even een like geeft op deze video, kun je hem altijd terugvinden als je daar behoefte aan hebt. Misschien vind je het ook leuk om je te abonneren op mijn kanaal, dan mis je nooit de nieuwste video's. En kijk ook zeker even op mijn website www.grotebeer.net voor nog meer interessante informatie. Fijne dag!